Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Met Alexander-Arnold. Nou, krijgt hem nog een voordoel, maar in de voeten van Konaté. Çalhanoğlu met een goede bal voor Dumfries. Nou, die wilde meer in de box koppen dan dat nu was. En daar kruipt hij nog eens overeind. Geen overtreding. Zet zich door en Martinez met een eerste poging. Het doorzettingsvermogen van Dumfries levert Inter de eerste schietkans op. De twee backs, de twee assistenkoningen van Liverpool, Robertson doet het. Het is een goede man, nee, erover. Grote kans voor Liverpool. Uitstekend in de tweede zone gedropt door Robertson. En Perisic neemt over. Fabinho doet daar goed zijn werk. Perisic gaat een voorzet trappen. Daar is Çalhanoğlu. Geweldige bal. En de lat in de weg. Prachtige aanname. Van de Turk Akan Çalhanoğlu. Heerlijk staaltje, techniek. De lat in de weg. Ah, wel de corner met Robertson. Het hoofd even van Konaté. Omhaal van Mané. Ja, nog even wegglijden van Perisic. Best aardig gedaan. Ja, goed gedaan. Ik snap het scheenbeen, denk ik. Handanovic nog eens iets spelen op Çalhanoğlu. Gewoon een man minder in die opbouw. 3-4 in de opbouw. Hij wil er weer uit via Skriniar. Onwaarschijnlijk sterk. Dumfries. Perisic komt in de verte. Daar is hij. Goed meegenomen. Perisic. En nu? Nee, kan er niet bij. Martinez. Wat een counter van Inter. En Dumfries had hem wel, maar laat hem liggen. Robertson kan daar meegeven met Luis Diaz. En hier is Arnold. En daar is Diaz. En opgeruimd nog door Skriniar. Gebalde vuisten bij de Slovaak. Wat een inspanning van de nieuwe Colombiaan. Nou, want hij brengt meteen iets. Nieuwe beleving. Dat soort momenten hebben we toch minder gehad in de tweede helft. Dat risicovol uitverdedigen. Ja. Daar is Sanchez een eerste keer. Goeie tackle, Konaté. Maar kijk, ze vliegen er meteen met z'n drieën op. Sterk. En Vidal. Dzeko. Geen buitenspel voorlopig. Kan hij hem spelen? Lang is beneden gebleven hoor. Ja, Dumfries is degene die altijd mee is op zo'n moment. Niet bereikt uiteindelijk. Corner met Robertson. Firmino kopt en scoort. Daar is de goal. Roberto Firmino doet dat wel geweldig, moet ik zeggen. De invaller kopt die bal onhoudbaar voorbij Handanovic. Nee, dat is een klap achter de oren. Met nog een kwartier te gaan. Voor dat moedige Inter. Dan toch een assist weer voor Andy Robertson. Klasse aangesneden, maar die bal moet je zodanig raken. Die kun je maar op één manier raken, Peter. Ook weer een stuk voorbij de eerste paal. Er is maar één plaats waar hij binnen kan, dat is daar. Dus moet je hem ook juist goed raken. Vidal aanname, daar is Sanchez, maar er zit tussen een paar mensen nog. Bal voor Dzeko en de tackle van Thiago. Perisic ineens. Ja, waarom niet? Met gevoel getrapt en toch hard. En opschuiven, zegt Inzaghi.
Hoge bal richting Diaz, van Dijk legt af. Hier is Salah met de plaatsbal, gaat erin, afgeweken. 0-2. 0 tegen 2, Mo Salah. En in het slotkwartier dan toch het dubbele deksel voor Inter. Met de geluk, het leek toch dat hij afweek op zijn jaar ergens. Denk ik ook, ja. Of Brozovic misschien, hij wordt in beeld gebracht. En Danovic er zeker geen zicht op in ieder geval. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.